Goedendag, welkom bij het RTV Arnhem nieuws van maandag 29 februari met vandaag. Landelijk experiment met fijnstofvanger in Arnhem. Goedkoper parkeren bij ziekenhuis Rijnstaten. En actie voor 20 miljoen voor de toeren van de Eusebiuskerk. Vanaf vandaag kan er bij het Rijnstatenziekenhuis ziekenhuis goedkoper worden geparkeerd. De parkeertarieven stijgen weliswaar... maar automobilisten hoeven niet meer per uur, maar per 10 minuten parkeren te betalen. Vooral de kortparkeerders zijn dan goedkoper uit. Het nieuwe parkeerregime en de nieuwe tarieven gelden voor parkeerterrein P1 van ziekenhuis Rijnstate. Vorige week hebben we ruim aandacht besteed aan het VVD-plan... om in een deel van de binnenstad autoverkeer toe te laten. Op dit VVD-plan, bij de HEMA linksaf kwam veel kritiek. Collega-politieke partijen uit de Arnhemse gemeenteraad... buitelden over de VVD heen. En ook de winkeliers zien het plan niet zitten. De politiek wijst onder meer op de chaotische situaties... die in de Steenstraat ontstaan. In die winkelstraat is alles vrijgelaten... en is het verschil tussen trottoir en weg nauwelijks zichtbaar. En er staan geregeld auto's fout geparkeerd. Arnhem krijgt per 15 mei een nieuwe gemeentesecretaris. Het is Rob van Wuitswinkel, 51 jaar, die nu nog bij de gemeente Nijmegen werkt als directeur. Van Wuitswinkel volgt Caroline van der Wiel op, die zat maar tijdelijk in Arnhem, en gaat weer terug naar de Brandweer Amsterdam, waar ze commandant was. Van Wuitswinkel werkt sinds 2006 bij de gemeente Nijmegen en daarvoor was hij onder meer werkzaam bij diverse ministeries in Den Haag. Het afgelopen jaar hebben zich tien nieuwe bedrijven gevestigd op het Arnhemse industriepark Kleefse Waard. De stijging blijft aanhouden, want in de eerste maanden van dit jaar kwamen er nog eens vijf nieuwe huurders bij. En daarmee stijgt het aantal nieuwe medewerkers op de Kleefse Waard tot ruim 250. De leden van Provinciale Staten beslissen woensdag of ze 20 miljoen euro gaan uittrekken... voor de restauratie van de toren van de Eusebiuskerk. Er is inmiddels een publieksactie gestart van liefhebbers van de Toren. Die willen dat de Arme Burgers een mail naar provinciale staten sturen. voorkomende woensdag. met het verzoek om het geld voor de restauratie te geven. Michiel van der Steen ging vragen wat de Eusebiuskerk van de actie vindt. Wat weet u ervan dat er een actie opgestart is door het publiek. om de restauratie mogelijk te maken? Ja, Ik heb gelezen dat er een initiatief is van de heer Rotshuizen. En die roept iedereen op om de provincie te bewerken. om de subsidie vrij te geven voor de restauratie van de toren. De provincie is namelijk de aangewezen partij om dat te doen. Deze kerk is na de oorlog is die verwoest. Toen is die opgebouwd. Nou, er zijn verschillende restauraties. En nu is het zo dat die weer gerestaureerd moet worden. omdat gevelplaten eraf komen. Dus het is een gevaarlijk iets als we niets doen. Er is een aantal jaren geleden subsidie verstrekt door, door de provincie om te beginnen met de restauratie van de toren. Daar zijn we op een derde ongeveer. En nou uh, droogt het op. Dus de Rijksoverheid doet niks. De gemeente Arnhem doet wel wat. Die is heel erg actief. Maar de provincie zit op haar handen. En dat betekent dat de restauratie binnen enkele weken stil gaat vallen. En dat betekent ook dat we in 2019, als het 75 jaar geleden is dat de slag om Arnhem heeft plaatsgevonden, de toren nog steeds in de stijgers hebben. Nou, en dat vinden wij wel echt uh, een aanfluiting voor Arnhem en voor de Eusebius. Dus wij doen ook een dringend beroep op de provincie om toch te kijken wat ze kunnen doen. Laat ons die toren afmaken met de restauratie. En begrijp ik goed dat, uh, dat aanstaande woensdag beslist wordt bij de provinciale staten of ze eventueel 20 miljoen beschikbaar stellen? Ja, dan is er een beslismoment En ik moet u zeggen dat ik niet allemaal die procedures weet, maar aanstaande woensdag is wel een cruciaal moment om de uh, statenleden te beïnvloeden om uh, geld vrij te maken voor de restauratie. En hoe staat het momenteel met de bouw? Nou, zoals ik u al zei, we hebben een derde ongeveer af van de toren. En dat is werkelijk prachtig geworden. Uh, maar dat, is, dat kun je niet zien omdat het zo hoog is. Want we zijn bovenin begonnen en zakken steeds verder naar beneden. Maar het geld is op. Dus wij zijn met een paar weken klaar. En dan uh, sturen wij alle ambachtelijke arbeidslieden. die werken aan beeldhouden en steenhouden. die moeten we allemaal naar huis toe sturen. En uh, ja, dan, is, dan hebben we niets meer te doen. En ik hoorde je ook iets zeggen over veiligheid. Want die zegt er kunnen platen naar beneden komen. Dus er moet sowieso wat gebeuren. Ja, er moet sowieso wat gebeuren. Kijk, je had in het verleden, dus zeg maar een jaar of tien jaar geleden, kunnen zeggen: we doen niks met die Euzeebies, laat maar instorten. Dat is niet besloten. Er is besloten om te gaan restaureren. Dus ik denk: wie A zegt, moet ook B zeggen. Absoluut. Uh, nog één vraag ook uh, over uh, de publieksactie, zeg maar. Die, uh, die ondersteunen jullie waarschijnlijk wel. Uh, um, wat hoop je dat de mensen voor woensdag kunnen doen? Nou, ze kunnen mailen naar de statenleden en hun uh, sympathie voor de Eusebius uitspreken, uitleggen waarom dit zo moet gebeuren. Dat de A is gezegd en dat je dan ook B moet zeggen en dat je toch niet kan maken. Dat in het centrum van Arnhem, het icoon van de stad Arnhem, staat te verloederen, want dat gaat gebeuren. En wanneer verwacht u daar uitsluits over te hebben van de provincie? Mediomaart. En, en wat hoort u dan? Dan hoop ik dat ze zeggen van ga maar door en uh, we maken in tranches het geld over. Donderdag wordt het allereerste fijnstofafvangsysteem van Nederland in de openbare ruimte geplaatst. En Arnhem heeft de primeur. Rond zes lantaarnpalen in het centrum van de stad worden kooien geplaatst met stroomdraden die fijnstof opvangen. Pieter Plager sprak hierover met een van de mensen achter dit systeem, David Willemsen van Expeditie Koerhoorn. Expeditie Koerhoorn begint met een fijnstofafvangsysteem in Arnhem. Hoe bent u daartoe gekomen? Nou, het is niet de expeditie Koorn die hem heeft uh, ontwikkeld, maar de expeditie Koorn uh, heeft er wel voor gezorgd dat dit nu mogelijk uh, wordt. De expeditie is een samenwerkingsverband van de gemeente met een behoorlijk aantal andere partijen, zoals onder andere Alliander. En zijn we samen met buurtbewoners en ondernemers op zoek gegaan hoe we de wijk beter kunnen maken. En een van de wensen van de bewoners was dat er minder stof, minder viezigheid hun huizen in uh, zou komen. En dit systeem, want we zitten hier aan een hele drukke driebaan snelweg dwars door de stad heen. Dit systeem kan helpen om de uitlaatgassen en het roet die uh, uh, auto's uh, uitstoten uh, te verminderen en echt af te vangen. Welke partijen werken allemaal mee aan dit initiatief? Het zijn een aantal partijen. Het is onder andere Ziet als hoofdaannemer, Static Air als leverancier en producent van dit systeem. Als ook natuurlijk de gemeente Hoek, uh, Arnhem en Expeditie Coolhorn die hieraan meewerken. Hoe werkt dit systeem eigenlijk? Het fijnstofafvangsysteem laat door een draad die positieve ionen uitzendt, fijnstofdeeltjes op. En zorgt ervoor dat ze neerslaan op een negatief geaarde plaat, primair. En secundair slaan ze neer op de aarde. Dat betekent dat men ze daarna niet meer in kan ademen. Dus dat het beter is voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van mensen. Daarnaast is het zo dat. Het fijnstofsysteem werkt erg goed op het moment dat de wind, eigenlijk de natuur zijn werk niet doet om de fijnstof te verwaaien, dan pakt vooral het systeem het over door 30% van de fijnstof af te vangen. Dit doet het ook met een zeer laag percentage van energie, namelijk het gebruikt 15 watt. Dus dat is bijzonder goed voor het milieu en goed voor mens en dier. Dan nog het weer. Het was zonnig en droog vandaag bij een temperatuur van een graad of zes. Morgen gaat het regenen, valt er wat aan te sneeuw. Het wordt kouder, smiddags stijgt de temperatuur tot maximaal drie graden. En vanaf woensdag is het wisselvallig met af en toe wat regen. Bedankt voor het kijken, fijne dag en graag tot morgen.